Mijn moeder schaamde zich blijkbaar zo dat ze me dit niet wilde vertellen. En ik begrijp niet echt waarom, maar ik denk dat ze dat deed om mij te beschermen. Dus je bent mijn halfbroer. En ik zal eerlijk zijn, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. We kunnen elkaar een tweede kans geven. Nou, de eerste kans was niet echt hoopgevend, toch? Nee. Maar als ik eerder had geweten dat jij mijn broer was, dan had ik natuurlijk nooit... met Zoe en zo. Niet? Nee, natuurlijk niet. En ik wil ook graag eerlijk zijn met jou. Ik ben niet zo goed in familiedingen. Maar ik wil het wel graag leren. En aangezien jij family man number one bent... Ik heb tijd nodig. Een paar uur geleden vond ik je nog een arrogante lul en nu ben je in één keer mijn lieve broer. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar goed, ik wil, en al was het alleen maar voor mijn moeder... Laat maar. Nou, ik zei net dat ik het een kans had. Ik heb echt mijn best gedaan, maar ik heb liever geen broer dan een broer als jij. Prima. Geen probleem. Broer?